Goedemiddag, ik ben Arie van der Tweel, al ruim 20 jaar vrijwilliger van de dierenambulance. Vooral bijrijder en de laatste drie jaren misschien, op telefoondienst in de dierenambulance. En dat heb ik altijd met heel veel liefde gedaan. Om juist de dieren te redden, dat is het standpunt. En mijn man is ermee begonnen en ik heb het van hem voortgezet toen hij overleden was. Ik moet helaas stoppen met de dierenambulance, omdat het me te veel wordt. Ik ben bijna 80 jaar. En ja, wat mijn man mee begonnen is, heb ik voortgezet. Wat ik ook dus nog gedaan heb, is evenementen. Dus op jaarmarkten en braderieën met de dierenambulance. En dat vond ik heel, heel erg leuk. Ik werk sinds 2005 officieel bij de dierenambulance. En daarvoor heb ik in de jaren 90 dus ook bij de dierenambulance gezeten. Samen met mijn man. Daarna zijn we naar de dierenbescherming terechtgekomen. En ik heb Anniveli gedaan. Met veel plezier. En dat is nu overgenomen door een ander. En school heb ik gedaan. Ik heb collecte gedaan. Sinds dit jaar zijn we weer aan het collecteren voor de dierenambulance. Met veel plezier. Ik was top. Collectanten. Ik zal de dierenambulance missen, maar ik moet ook aan mezelf denken, aan mijn leeftijd. Ali is een hele lieve vrouw met een hart van goud en ja, ze verdient het gewoon om een keertje in het zonnetje gezet te worden. Na 20 jaar is ze wel de moeder gans van de dierenambulance en is ze heel belangrijk geweest voor alles wat ze heeft gedaan en we gaan haar vreselijk missen. Stem op Ali!